Ik ben Herman Kienhuis, ik doe business development bij Sanoma Digital. En daarbij ben ik verantwoordelijk voor de productontwikkeling van Sanoma Digital. En daaronder valt ook een hele programma wat wij intern Planet of the Apps noemen. Dus de ontwikkeling van iPhone-applicaties en iPad-applicaties. Okay. En jullie hebben nu drie iPad-applicaties, hè? Drie live, dus dat is nu.nl. Mm-hmm. Een iPad-applicatie die gratis is. Dus gamer.nl, ook een gratis applicatie. En Autobank, die is betaald. Op zich is dit programma dit jaar is een experiment, maar de verdienmodellen die we nu hebben gekozen, die denken we wel te handhaven in de toekomst. Mm-hmm. Dus nu.nl is inderdaad echt een gratis product waar we denken te kunnen geld te verdienen aan advertising. We zien ook dat er interesse is van adverteerders. We zijn ook begonnen bij nu.nl met drie launching advertisers. En we zien dat de iPad eigenlijk een heel mooi device is voor adverteerders. Okay. En verdienen jullie daar nu al geld aan of is dat iets voor wat in de toekomst misschien gaat gebeuren? We hebben nu niet de doelstelling om al winst te maken, laat ik het zo zeggen. Maar we verdienen wel, we halen er inkomsten uit. Ja. Ik denk dat we op termijn er zeker geld aan kunnen verdienen, zeker winst mee kunnen maken. Ja. Hoeveel tijd gunnen jullie jezelf om te experimenteren? Ik denk dat we komend jaar nog echt zullen experimenteren, maar daarna ook gewoon echt daadwerkelijk geld mee zullen verdienen. Okay. En is de kans dan ook dat je ermee ophoudt als het niks wordt? Kan dat ook? Nou, onze visie is echt dat dit een nieuwe categorie apparaat is waar heel veel potentie in zit. Maar we zien ook dat het enorm snel wordt omarmd door gebruikers. Mm-hmm. We hebben onderzoek gedaan, mensen gebruiken het meerdere keren per dag, gebruiken het op allerlei plekken voor allerlei doeleinden. Mm-hmm. Dus wij zien echt dat het heel erg aanslaat. En ook de nu.nl app die 90.000 keer is gedownload en enorm vaak wordt gebruikt. Geeft ons het vertrouwen dat dit echt iets voor de toekomst is waar heel veel potentie in zit. Wat kunnen we de komende tijd van jullie verwachten op iPad-gebied? Nou, we hebben net eigenlijk de Goedele-app gelanceerd. Dat zijn onze Belgische collega's, maar hij blijkt ook het goed te doen in Nederland. Mm-hmm. Dat is wel verrassend. En 3 december komt de Viva iPad-applicatie. En we werken nog aan nieuwe iPad-applicaties, maar dat is nog geheim. Dat zal volgend jaar, zullen we wel veel meer voor. Oké. Okay. En die Goedele, is die eigenlijk zeg maar wel door de Apple-commissie gekomen? Want er mag geen naakte dingen in staan, toch? Nee. Die staan er dan dus ook niet in. En de papieren versie ook niet. Ik ken het eigenlijk al niet. Maar de tekst die wordt toch anders beoordeeld dan beeld. Okay. We hebben vandaag ook die nieuwe iPad app van de Volkshand gezien. Wat vond je ervan? Ik vond een aantal dingen vond ik interessant. Met name de live feed die gerelateerde berichten, zeg maar de real-time berichten laat zien, passen bij een krantenartikel. Mm-hmm. Maar daarin zat ook weer een beetje misschien de makken. Het is wel heel erg een krant nog. Ja. Goed, de toevoeging van de live feed vond ik weer goed. Maar ik denk dat het een vrij traditioneel product is. Oké, en wat moeten wij gaan doen? Ik denk dat je toch meer interactief, meer real-time nieuws zou moeten bieden en meer video zou moeten bieden. Oké. Okay. Dus deze video... dat is een mooi begin. Ja. Oké, dankjewel.